Welkom bij de 67e editie van Gouden bij Kaarslicht. We gaan nu even kijken op de kerstmarkt in de Sint-Jan. Waarom staan we hier in de rij? Omdat wij moeten wachten op de mensen die naar de kerk gaan. Oh, maar waarom gaan die mensen, waarom waren die dan nog niet bij de kerk? Nou, de mensen zijn naar de kerstboom gegaan en hebben gekeken of... of die aanging en nu is die aan en nu gaan ze naar de kerk, want er zijn heel veel koren die daar zingen. U staat hier op de kerstmarkt. Heeft u al wat verkocht? Zeker, veel. Ja, het loopt lekker vandaag. Ja? En vanaf hoe laat staat u hier al? Vanaf vanochtend 11 uur, ja. Nou, dan hoop ik dat u nog een hele leuke dag heeft. Mevrouw, mag ik u wat vragen? U staat hier heel mooi te kijken naar kerstballen. Heeft u al überhaupt wat gekocht hier op de kerstmarkt? Ik heb kleine knoopjes gekocht, paramoerenknoopjes. Waar heeft u die voor nodig? Nou, als ik een blouseje naai of zoiets, dan kan ik die erop zetten. Mag ik u wat vragen? Nee, we hebben geen tijd. Nee? Geen tijd. Ik heb ook geen tijd. Toch maak ik tijd. Ik denk dat je al een half rondje hebt gelopen. Heb je al wat gekocht? Nee, nog niet. Nee? Denk je dat je nu hier wel wat gaat kopen? Wie weet, ik denk wat lekkers in ieder geval. Meneer, heel snel. U heeft het heel druk, denk ik. Wilt u de tv? Ja, hoeveel poffertjes heeft u al verkocht? Geen idee, maar de voorraad van 2 dagen is in een half dag weggegaan. U bent vrijwilliger hier. We zagen net de poppen dat dit voor het goed doel is. Ja. Voor welk doel is het? Nou, kijk. Kan ik jou heel mooi laten zien. Nou, helemaal goed. Ik weet het namelijk ook niet uit mijn hoofd. Maar dit zijn onder andere de goede doelen waar het voor is. Dus, en dit zijn de sponsors. Oké, en het geld wat jullie ophalen, hoeveel gaat het ongeveer zijn? Ik heb geen flauw idee. Dit is de eerste keer dat ik help. En sowieso had ik geen idee wat ik kon verwachten qua hoe het opgezet is en wat mijn taken zou zijn. Dus de opbrengst, ik hoorde dat vorig jaar wel, of het 2 jaar geleden was volgens mij, dat de laatste keer is geweest. Hoorde ik dat het een hoop geld was opgehaald. Dus dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Maar qua bedragen durf ik geen uitspraak over te doen. Ik zie u bij deze kerstballen kijken. Ja. Ziet u er eentje tussen liggen die u mooi vindt? Nee, nog niet helemaal. Ik ben juist op zoek naar de allerlelijkste van allemaal. Waarom zoekt u de lelijkste? Ja, vind ik een leuk cadeautje voor mijn moeder. Heb je een idee? Nou, dat vind je nou echt niet mooi. Ja, dat is een... Deze? Ja, dat is wel een goeie. Maar waarom geeft u een lelijke aan uw moeder? Ja, weet ik niet. Ja, het is gewoon wat anders. Een keer wat anders, toch? Ja. Altijd maar het leukste geven. Dus dat is de missie voor vandaag. Ik denk dat u weer naar huis gaat. Ja, ik ga weer naar huis, ja. Vanaf hoe laat was u al? Nou, we hebben het in tweeën gedeeld, want we wonen hier vlakbij. Dus we zijn eerst om uur of 5 hier geweest, uur of 4, 5. Even naar huis, even een hapje eten en nu weer terug. Heel gezellig. Zeker. Heeft u nog wat gekocht? Nee, ik heb helemaal niks gekocht. Nee. Heeft u het wel leuk gehad? Ja, wel. Een heerlijk glaasje glühwein gedronken. Heeft u het gezellig gehad? Het was super, super mooi. Prachtig. Wat een mooi event. Elk jaar weer. Dankjewel, ja. Waar komt u vandaan? Wij komen uit Amsterdam. Dus uit Amsterdam? Ja, dus dit is wel heel bijzonder voor ons dat we hier mogen zijn vandaag. Ja, dat klopt. Ja, nee, Amsterdam. Ja, we komen niet uit Gouda helaas, sorry. Nee. Maar wij ook niet. Wij zijn de modegraaf Reeuwijk. Oké, nou.
En heeft u nog wat gekocht op de kerstmarkt? Ja, daar zijn we helemaal niet aan toegekomen. Nee, ja, we waren eigenlijk bij een vriend thuis en die heeft gewoon een heel mooi uitzicht op dit plein. Dus daar waren we de hele tijd. Ja. En dat is hartstikke mooi. Ja, supergezellig. Ja. Hebben jullie nog plannen met kerst? Ja. Hij is jarig op 25 december. Ik ben altijd jarig. Dus. Nou, december. Gefeliciteerd. Dankjewel. Heeft u het gezellig gehad? Ja, zeker. Ja, het was erg leuk. Ja, waar komt u vandaan? Uit Utrecht. Uit Utrecht? Ja. En wat heeft u hier gebracht? Ja, toch wel de kerstboom. Ja? Ja, dat was wel het hoogtepunt. En bent u nog op de kerstmarkt geweest? De kerstmarkt... In de kerk bedoel je? Ja. Daar zijn we wel even rondgelopen, ja. Ja. Maar dat... Gewoon niet zo heel... Niet zo. Het was heel druk. Het was heel druk, ja. U heeft ook niks gekocht daar? Nee. Dat hebben we niet gedaan. Nou, een fijne kerst alvast. Jij ook, dankjewel. Dankjewel, tot ziens. Hoi. Ik denk dat u naar huis gaat. We gaan naar huis, ja. Heeft u het gezellig gehad? We hebben ontzettend gezellig gehad, ja. We hebben eerst gezongen in de kerk, op uitnodiging van de organisatie. We zijn allemaal van Popcorn Prestige. Prestige. Dus, en daarna zijn we lekker gaan eten met elkaar in dit geweldige Gouda. Dus, ja. Heel gezellig. Nou, fijne kerst alvast. En jij en jullie ook, dankjewel. Ja. Dank u wel. Tot ziens. Ja, en dat was hem alweer, de 67e editie van Gouda bij Kaarslicht. Ik hoop dat u het leuk vond. Ik in ieder geval wel. En tot de volgende!